Hallo allemaal, welkom terug. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Even een paar dingen voor we beginnen. Ik heb super kleine oogjes, want ik ben best wel moe. Want ik ben vanochtend extra vroeg opgestaan om dit te kunnen filmen. Momenteel ben ik theaterlessen aan het geven op een zomerkamp. En ik wist gewoon niet zo goed wanneer ik dit soort dingen nog moest doen. Dus ik dacht, ik sta gewoon eerder op. Dan kan ik filmen voordat ik les ga geven. Dus dat is wat ik nu doe. Dus weet je, het zou heel leuk zijn als je de video even zo'n duimpje omhoog zou willen geven. Even. Voor mij. Nee, maar zonder gekheid. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen. En het is al heel lang geleden op het moment dat ik dit film, dat ik een video heb geplaatst. Dus ja, ik vond het ook hoog tijd daarvoor. Maar daarom dat ik een beetje kleine oogjes heb, misschien iets minder energie heb dan normaal, dan weet je het in ieder geval. Zoals je aan de titel kon zien, heb ik weer een action shoplog voor je. Dat is ook weer even geleden. En ik zag een aantal leuke nieuwe materialen die ik graag wilde uitproberen. Dus die heb ik meegenomen. En een aantal van die materialen heb ik ook al uitgeprobeerd. Zoals bijvoorbeeld deze lettertang. Daarom zit hij ook niet meer in de verpakking. En op internet heb ik deze voorbij zien komen. Ik had hem ook al even gedeeld op Instagram. En velen van jullie zeiden, wat een verschrikkelijk ding. Hij werkt niet, wat een rot ding. En wonder boven wonder, ik heb hem aan de praat gekregen. Maar ging niet helemaal soepel, dat moet ik je er wel bij zeggen. Als je daar meer over wil weten, hier staat inmiddels een review van online. Ik zal de link ook even in de beschrijving plaatsen. Dan kun je mijn mening hierover zien en ook hoe die nou precies werkt. En ja, misschien ook wel een tip voor als je hem niet aan de praat hebt gekregen, hoe die dan toch werkt. Ik geloof dat deze lettertang €3,99 kost of €3,95. En dan heb je allemaal van die vullingen. Er zit standaard een zwarte, ja, strip bij, zeg maar. Maar je hebt dus ook nog pastelkleuren en neonkleuren. En die zijn 99 cent per twee kleuren. En dan iets wat ik nog niet heb uitgeprobeerd, maar waar ik vet benieuwd naar ben. Dat zijn deze nieuwe Happy Color Markers van DecoTime Crafts. En ze hebben ook nieuwe Fluor Fun Markers. Ik neem aan door de naam dat dit echt hele felle fluorkleuren zijn. En deze kleuren die zagen er wel gewoon heel vrolijk en vriendelijk uit. Als ik alle kleuren zo bekijk, dan zijn het wel echt typisch Elise kleuren. En ik vind het heel erg leuk dat de deco tray waar ze in zitten wit is. Verder valt het me op dat het twee stiftpunten heeft. Een smallere en een bredere. En ja, het lijkt me heel erg leuk om deze dus ook uit te proberen in een review video. Ik ben heel benieuwd, is dat iets wat je leuk vindt om te zien of niet? Laat het me weten in de comments hier beneden. En dat geldt ook voor deze. Ja, misschien kan ik ze ook wel in één video uitproberen. Dit zijn wat meer highlighter-achtige stiften. Ook heel handig, alvast voor het nieuwe school- of studiejaar. En hier zitten dus pastelkleuren in en hele felle kleuren. Hierboven zie je de kleuren eigenlijk wel goed. Het zijn een stuk of 6 hele felle kleuren en 6 pastelkleuren. En ik ben vooral heel benieuwd of die pastelkleuren dan ook echt pastel uitpakken op papier. Want daar gaat het vaak wel mis, merk ik, bij goedkopere pastelkleuren. Dan lijkt de verpakking heel mooi licht, maar de kleuren zelf zijn dan heel donker. Over verpakking gesproken, deze verpakking ziet er wel echt heel erg leuk uit. Beide soorten markers zijn overigens op waterbasis en ze zitten dus beide in een deco tray die je weer op andere deco trays kan klikken. Dus bijvoorbeeld hun potloden zitten volgens mij ook in een deco tray. De twin markers, de aqua markers. Dus dat kun je dan een soort tetrissen tot een stifte tetris op je bureau. Dan iets anders waar ik heel benieuwd naar ben. Dat is dit waterverf setje. Deze aquarelbox. Wat me er handig aan leek is dat die klein genoeg is om mee te nemen. Als je bijvoorbeeld gaat picknicken of zo en je wilt schilderen, dan is het een heel handig formaat. Maar ik ben heel benieuwd hoe gepigmenteerd zijn de kleuren. Hoe komen ze over op papier. Dus deze wil ik ook heel graag uitproberen. Vooral ook omdat die volgens mij zo uit mijn hoofd, dus pin me er niet op vast, €2 was. Dat is niet veel. Ik heb zelf ook een heel fijn klein waterverfsetje, ook een beetje dit formaat van Winsor & Newton zo uit mijn hoofd. Die vind ik heel erg prettig, dus ik ben heel benieuwd, komt deze in de buurt? Oh ja, ik zag heel veel verschillende soorten washi tape. Allereerst deze twee setjes van Avec. Hier waren meer van, maar deze twee vond ik zelf de leukste. Alleen de verpakking al is echt al super schattig. En het leukste setje vind ik misschien wel deze. Oh, ik liet je helemaal niet de goede kant van de verpakking zien. Dat doen we nog een keer. Kijk, de verpakking. Ik hoop dat je het nu wel een beetje kan zien. Die is echt heel erg schattig. Want de vormgeving van de verpakking zegt meteen al een beetje wat voor stijl de tapejes in het doosje zijn.
Deze is namelijk een beetje een soort travel set. En ik kan niet wachten om die te gebruiken in mijn travel journal. En het andere setje is met bloemen, regenbogen, blauwe luchten. Gewoon heel vrolijk en luchtig. Uit mijn hoofd zijn deze setjes rond de 1,29 geloof ik. En er zijn nog vier andere setjes. Die vier andere setjes die heb ik niet meegenomen. Maar ik nam nog wel een aantal kokers met washi tape mee. Dit zijn hele mooie, een beetje paars tinten. Ja, je ziet het misschien wel aan mijn blouse. Ik hou heel erg van paars en lila. En hier zit ook een leuk tapeje op met ijsjes, watermeloenen, hamburgers, frietjes. Eigenlijk allemaal een beetje eten. Een beetje zomers eten ook wel. En dit andere setje heeft juist wat meer pastelkleuren en een beetje, hoe zeg je dat, een beetje plannerstijl, zeg maar. Ja, ik heb echt een heel erg groot zwak voor washi tape en voor dit soort leuke kleurtjes. Dus ik kon het niet laten. En als je dan denkt, we hebben nu de washi tape wel gehad, nou dan heb je het mis, want ik heb nog meer. Ik heb nog zo'n koker. Hier zitten ook weer een beetje diezelfde tinten op en kattenhaar. Een tapeje met fruit, bananen, leuke teksten. Er zit ook altijd wel zo'n glittertapeje bij en hoewel ik van glitter hou, we hebben inmiddels al genoeg glittertapejes. Die dingen hoeven echt niet meer ergens bij, net zoals metallic tapejes. Heb jij dat ook, dat je gewoon te veel glittertapejes of metallic tapejes hebt omdat die altijd in zo'n set zitten? Laat het maar weten. En ik nam ook nog drie van die kleinere setjes washi tape mee. Eigenlijk allemaal heel zomers. Hier staan onder andere aardbeien op. Hier sinaasappels en hier flamingo's. Ja, dat past toch wel heel goed bij dit weer en bij deze maanden. Iets wat je denk ik wel weet, wat ik eigenlijk altijd meeneem, dat zijn die leuke stickers van DecoTime. Die embossed stickers. Maar ik kon dit keer geen nieuwe varianten vinden. Dus geen stickers die ik nog niet had. Dus ik dacht, oké, die laat ik maar even voor wat het is. Maar ik heb nog wel iets anders meegenomen wat ik ook meestal wel meeneem, omdat het altijd zo leuk is. En dat zijn grote papierblokken. Ik heb twee varianten, allebei een heel ander soort kleuren. Dit is het Relax blok en het leek me leuk om hier een journalpagina mee te maken met dingen waar je energie van krijgt. Of dingen die goed zijn om even een beetje op te laden. Want ik vind dat best wel lastig en ik merk dat ik toch gauw, als ik even tijd voor mezelf heb, weer een filmpje opzet. Maar ja, als je altijd maar filmpjes kijkt, is ook niet helemaal ontspannen voor je hoofd. Het is toch weer een beetje drukte, zeg maar. Dus het leek me leuk om zo'n pagina te maken in mijn bullet journal. Ik ga proberen er doorheen te bladeren voor je. Is altijd een beetje onhandig vanuit deze hoek. Maar zo heb je toch een beetje een impressie. Sommige zijn gewoon vormen, maar je hebt ook bijvoorbeeld plaatjes van kaarsen. Er zitten wat letters tussen hier en daar. Hier heb je allemaal sportspullen, een sportoutfit. En elke bladzijde zit er twee keer in en ze hebben allemaal een blanco achtergrond, zoals je ziet. Ik hou dit echt heel onhandig vast, hè? Weet je wat? Ik laat je de voorkant nog even wel beter zien. Dan heb je een beetje een idee wat hierin zit. En dat geldt ook voor deze leukert. Je ziet zo al een beetje wat erin zit. Maar ook hier zal ik weer een poging tot bladeren doen. Dit zijn eigenlijk allemaal losse tekstjes die je nog kunt uitknippen. We hebben stipjes, een soort V'tjes, ronde teksten, regenbogen. Sommige pagina's hebben ook foliedetails, zoals je misschien wel ziet. Wat kriebeltjes. Eigenlijk wel allemaal leuke pastelkleuren. Dit zijn echt wel de kleuren waar ik heel erg van houd. Stippen, bloemetjes, weer wat teksten. Hier wat grotere plaatjes, die kun je ook leuk als kaartje gebruiken. Nou, dat was hem ongeveer wel. Persoonlijk vind ik het wel nog fijner als dat soort papierblokken ook een print of een plaatje of wat dan ook aan de achterkant hebben. Want dan kan je ze leuk gebruiken als envelop bijvoorbeeld. Maar goed, geen probleem dat deze dat niet hebben. Ik vind de stijl en de kleuren alsnog heel erg leuk. Ik weet ook niet waarom ik filmen met 26 graden een goed idee vond. Goed blijven drinken. Dat is wel nog een reden waarom ik dacht ik moet 's ochtends filmen. Want als ik 's middags na het kamp film, dan heeft de zon hier volop gestaan en is het nog veel warmer. Dus beter nu dan vanmiddag. En dan was dat mijn Action Shop blog voor deze keer. Ik hoop natuurlijk dat je het weer leuk vond om te zien. En zijn er nog producten waar je nieuwsgierig naar bent? Laat me dat dan weten in de reacties hier beneden. Het leek mij dus sowieso leuk om die beide soorten markers uit te proberen in een video. En ik denk dat het wel in één video kan. Of liever twee video's. Laat me dat ook maar even weten. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Ik hoop dat je het leuk vond om een beetje tijd met mij te spenderen. Lijkt het je vaker leuk? Je kunt je geheel gratis abonneren. Klik op dat belletje en dan krijg je een melding als ik een nieuwe video heb geplaatst. Of als ik weer een keertje live ben. Ik wens je een hele fijne zomer en hopelijk tot snel. Doei!